Wauw, dames! Ja, geef ik even een high five. Kom even bij. Even serieus, die controle van jullie lichaam, het is echt bizar. Ik kan niet eens bedenken hoeveel moeite dat moet zijn. Voor iedereen thuis die jullie willen volgen, waar kunnen ze dat doen? Op onze Instagram, NFL_NG. En ook onze persoonlijke Instagram, Naomi Proveniers. Yes, Naoji Proveniers en Nea Akhtar. Ja, dames, ga zo door. Echt gewoon sowieso respect. En voor, ik wil ook wel even iedereen hier even een applaus horen geven. Dat horen ze thuis ook wel een beetje. Want dit, echt, het kost zoveel controle om dit te doen. Dankjewel, dames. Echt, ga zo door. Ik wil jullie echt over een paar jaar gewoon echt overal zien, hè? Sowieso zie ik jullie al overal, maar gewoon op nog grotere plekken, ja? Afspraak, deal. Yes, en ik heb net al een beetje verklapt. We hebben vandaag nog veel meer dansers. En ik roep ze even erbij. Jongens, kom gezellig erbij. Yes, yes, yes. Ja, want hier komen de heavy hitters. Niet gisteren, maar eergisteren of die dag ervoor heb ik ook weer van de heavy hitters mogen genieten. En nu zijn jullie met z'n drieën. Jullie gaan zo meteen ook een mooie optreden voor ons doen. Wat gaan jullie straks doen? Wij hebben voor een festival op Scheveningen deze zomer eigenlijk een ode gemaakt aan de zomer. Dat hebben we op een nummer gedaan van Vivaldi, wat totaal niet break is, maar klassieke muziek. En daar hebben we een beetje een ontmoeting met de elementen wind, water en licht. Wauw, heel mooi. En jullie hebben ook een dame bij jullie. Kom eens even gezegd bij mij staan. Ja, want dit is India en heel veel mensen kennen jou. Ja, blijkbaar ja, ja klopt. Ja, want jij bent 16 jaar, je hebt eigenlijk al de wereld overgenomen met jouw breakdance. Ja, klopt ook, ja. Wereldkampioen en Europees kampioen. En hoe is dat dan om op zo'n leeftijd al die titels te dragen? Ja, heel leuk. Ja, goed. Over de wereld vliegen. Dus, ja, leuk. Ja, dat is niet echt het leven wat iedereen op 16 jaar heeft. Nee, het is wel anders dan andere mensen van mijn leeftijd. Maar ja, ik ben blij dat ik het heb. En als je nu kijkt naar, als jij 26 bent, dus over 10 jaar, waar sta jij dan? Aan de andere kant van de wereld. Ja, gewoon reizen en wedstrijden en zo. Dus, ja. Nou, heel goed. Je hoort het, Den Haag. Over 10 jaar is aan de andere kant van de wereld. Dus nu kunnen we nog genieten van India en natuurlijk ook van de heavy hitters. Ik zou zeggen, succes jongens. Wij gaan even aan de zijkant. Ik ga weer genieten van een fantastisch optreden. Thank you.
Thank you.